Kinderen uit speciaal onderwijs moeten nu naar een reguliere school. Nijmeegse fotograaf wint toch eerste prijs in grote fotowedstrijd. En 40 nieuwe bomen voor een speelbos in Lent. Ja, leerlingen die slechthorend zijn of te maken hebben met een taalontwikkelingsstoornis worden steeds vaker op een reguliere middelbare school geplaatst. Niet vanwege de bezuinigingen, maar omdat er vaak al een begeleider op school aanwezig is. Bij speciale school Cantaris de Marwint in Nijmegen werden de klassen zo klein dat de school sinds de zomer is gestopt. De leerlingen die daar zaten zijn inmiddels bij een andere reguliere school gestationeerd. De 16-jarige Afsana krijgt vandaag praktijkles in schoonmaken. Wat zijn nou eigenlijk de voordelen van het stofwissen? Want hoe zou je anders een vloer kunnen maken, schoonmaken? Afsana, weet je dat? Deze mond wel. Afsana zat tot de zomervakantie nog op het Cantaris de Marwint. Haar klas werd zo klein dat ze inmiddels ook gestationeerd is bij een reguliere middelbare school. Namelijk het Pro-college. En dat gaat? Goed. Afsana ging naar het Cantaris omdat zij een taalontwikkelingsstoornis heeft. Hoe oud was jij toen je erachter kwam dat je een taalontwikkelingsstoornis hebt? Ik denk 11, eigenlijk vanaf op 8 al. En waaraan merkte je dat dan? Ik merkte het niet echt, maar de docenten wel. Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis waarbij taal door de hersenen minder goed verwerkt wordt. Sommige leerlingen komen wat moeilijker uit hun woorden. Leerlingen hebben meer tijd nodig om taal te verwerken. Afsana wordt begeleid door Roy, die tot voor kort ook bij Cantaris werkte. Wat wij doen bij leerlingen is wij houden individuele gesprekken met die leerlingen. Daarin stellen we samen doelen op. Een doel is bijvoorbeeld om hulp te durven vragen in de les. Als ze de uitleg van de docent niet goed begrijpen, dat ze durven vragen om verheldering. Mm-hmm. Vervolgens gaat die leerling dat zelf in de klas toepassen. Dan komen wij kijken hoe dat gaat. Houden we nabesprekingen, ook met de docent erbij. En zo helpen wij de leerling. Wat doe je dan als docenten sneller praten? Ja, dan wacht ik nog even. Dan kijk ik of ik het heb begrepen. En zo niet, dan vraag ik het. Fleur is een van de docenten van Afsana. Voor haar was het geen probleem dat ze naast de reguliere leerlingen van het Pro-college sinds een paar maanden ook leerlingen van het Cantaris in de klas heeft. En dat is voor ons even wennen. Dat is natuurlijk een beetje nieuw, maar heeft ook wel veel raakvlakken. Leerlingen die moeite hebben met taal of een taalachterstand hebben, vinden het vaak fijn als communicatie helder is, als het duidelijk is. Nou, dat vinden eigenlijk alle leerlingen vaak fijn. Wij proberen dus ook in onze communicatie naar leerlingen toe, bijvoorbeeld bij instructie, maar ook bij begeleiding, zo duidelijk en helder mogelijk te communiceren. Hoe doen jullie dat dan? Door heel veel gebaren te gebruiken, door dingen te verduidelijken. Als ik bijvoorbeeld instructie geef, dan maak ik heel duidelijk van, goh, we gaan als eerste gaan we dit doen, en daarna dat, en dan dat. En ben je klaar? Dan is dat actie 4. Delen jullie dat daarvoor minder dan? We waren hier wel mee bezig, maar we worden er steeds meer bewust van. Hoewel Afsana het erg naar haar zin heeft op haar nieuwe school, miste haar oude klas wel een beetje. Wat was jouw reactie toen je te horen kreeg dat je naar het Pro-college zou gaan? Ik was wel een beetje blij en voelde ook wel een beetje raar. Want ik was in het derde was ik wel te meer gewend door Marwint met de klas en nu moet ik weer helemaal gaan wennen. De Nijmegenaar Karsten Rus is de winnaar geworden van de National Geographic fotowedstrijd. Hij deed mee in de categorie dieren en heeft met zijn foto van een meeuw de publieksprijs gewonnen. Ik heb de fotowedstrijd vorig jaar voorbij zien komen. En toen dacht ik al van ja, dat lijkt me wel iets om volgend jaar aan mee te gaan doen. Dus zag ik later de categorieën en ik had gezien dat ik op reis een foto van deze meeuw had gemaakt. Ik dacht van ja, dat is een geschikte voor deze categorie. Rus volgt de foto's van National Geographic al heel lang. Ja, de fotografen waarmee ze werken, die zijn gewoon echt goed. En ja, daar haal ik gewoon heel veel inspiratie uit. Dus het is een mooie titel om eventueel te kunnen winnen. Dus daarom wou ik meedoen. De winnende foto van Rus is toevallig op vakantie tot stand gekomen. Nou, ik ben dus in maart met mijn hele familie waren we in San Francisco. En in een dorpje net iets zuiden daarvan in Monterey. Ja, daar zaten een hele hoop meeuwen. Daarbij was er eentje in het bijzonder die echt nergens bang voor was. En ik was gewoon lekker rond het lopen met de camera. En
Nou, hij bleef maar zitten en hij bleef me maar aanstaren. En de schaduw viel precies goed langs zijn snavel. Nou, dat was gewoon echt een heel mooi beeld. En de ogen waren heel indringend. Het is bijna menselijk. Dus ja, toen wist ik al, dit is een gave plaat. Ja. Er was dus een kleine miscommunicatie, want eerst had je wel gewonnen, toen weer niet. En uiteindelijk toch wel. Ja. Wat is daar precies gebeurd? Ja, zoals ik het nu begrijp, was het zo dat National Geographic eerst communiceerde dat een Belgische fotograaf had gewonnen. Nu bleek vanuit hun cijfers dat het eigenlijk niet klopte. Dus die fout hebben ze naar recht gezet. Maar toen werd het dus een gedeelde eerste plek, omdat ze dus zeiden van ja, we willen niet dat hij de dupe wordt van die foute communicatie. Dus nu zijn er twee winnaars. Dus ik kreeg opeens toch een mailtje dat ik had gewonnen. Dus ja, hartstikke mooi. En wat was je reactie toen je wist dat je daadwerkelijk had gewonnen? Ja, superleuk natuurlijk. Ik vond de tweede plaats ook al heel mooi. Want ik moet zeggen, het allerleukste vond ik in die hele periode dat er gewoon heel veel leuke reacties kwamen van vrienden. Eigenlijk ook hele verre bekenden die mijn foto's volgen en normaal ook alleen de Nijmeegse foto's, die ook hier heel enthousiast van werden. En dat vond ik super leuk om alle berichten te krijgen. Dus ja, of dat nou uiteindelijk plek 2 of 1 was, ja, dat vond ik eigenlijk het allermooiste, al die reacties. Dus daar was ik heel blij mee. Nou, uiteindelijk, het was dus nog een beetje onduidelijk, maar uiteindelijk had ik deze mooie glazen award gewonnen. Dus die krijgt in ieder geval een mooi plekje. En ook vanuit de camera nu een shoptegoedbon van €500. En vanuit National Geographic een jaarabonnement. Dus kan ik de foto's blijven volgen. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Kinderen in Lindeholt kunnen weer lekker buiten spelen. Hier is namelijk de eerste pumptrackbaan van Nijmegen geplaatst. Wat dat precies is, dat zie je zo. De politie heeft de naam van Sherwin Winstor op de nationale opsporingslijst geplaatst. In juni van dit jaar ontsnapte de 27-jarige man uit de pompenkliniek in Nijmegen, waar hij zat voor een TBS-behandeling. Winstor vluchtte op 21 juni samen met Luciano D. uit de TBS-kliniek door een gat in het hek. Diegene die dat heeft gedaan is na een klopjacht van 9 dagen aangehouden in Den Haag, net als Luciano D. Winstor bleef uit handen van de politie. De lokale tak van GroenLinks wil in Nijmegen de voedselpas introduceren. De partij zegt dat veel mensen die gebruik moeten maken van voedselhulp momenteel niet worden bereikt met de huidige ondersteunende maatregelen. Met een voedselpas kunnen de mensen zelf boodschappen doen, waardoor de hulp niet alleen toegankelijker wordt, maar ook stigmavrij. In Rotterdam is onlangs een proef gedaan met de voedselpas. Die beviel goed en hieruit bleek ook dat de mensen zich hierdoor gestimuleerd voelden om gezonder te gaan eten. In een telefoonwinkel aan het Julianaplein in Beuningen is woensdagavond brand uitgebroken. Een buurtbewoner zag ongewoon veel rook uit de schoorsteen van het pand komen en alarmeerde de brandweer. Toch bleek de brand niet in het dak te zitten, maar in de winkel zelf. De brandweer vermoedt dat die is ontstaan in de meterkast. De brand zelf was snel geblust. Het Sprokkelbos in Lent is 40 bomen rijker. Het bos dat bedoeld is om kinderen lekker te laten klimmen en klauteren, heeft de afgelopen jaren wat bomen verloren. Maar dat is inmiddels meer dan gecompenseerd. Kinderen hebben met behulp van hun ouders de nieuwe bomen geplant tijdens de Sprokkelbos Plantdag. Voor ons houdt het in dat we hebben een plantdag georganiseerd waarbij we bomen gaan planten. 40 nieuwe jonge bomen van een meter of 3. Die gaan we vandaag in het Sprokkelbos zetten samen met de kinderen uit de buurt. En de reden dat we dat doen is dat de bomen die er stonden, een aantal is te oud geworden en is vorig jaar gerooid of gekapt. Waardoor er wat open gaten zijn ontstaan en we willen het bos eigenlijk op een zo natuurlijke manier aanvullen. We vinden het heel belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de natuur en leren hoeveel waarde de natuur voor ons heeft als mens. En daarover leren hoe ze daar ook zelf aan kunnen bijdragen. Bovendien is het heel leuk als je kind bent en je plant een jonge boom, om dan mee te groeien met die boom en te kijken hoe die boom bijvoorbeeld over 5 jaar of 10 jaar is en te zien wat ermee gebeurd is. Normaal gesproken vindt de Nationale Boomfeestdag in het voorjaar plaats. Dit jaar dus eenmalig in november. Maar voor de bomen maakt dat niets uit. Ja, zeker. Dit is een perfecte tijd om boom te planten. De bomen komen niet zo snel in bloei. Dat gebeurt pas weer in het voorjaar. Ze gaan eigenlijk vrij snel in een winterstatus, waarbij ze vrij weinig energie gebruiken, weinig water nodig hebben. Dus het is een perfecte tijd om de boom te planten, zodat hij goed kan aanslaan en aangroeien in de grond.
En bovendien is de grond heel vochtig en op dit moment en heel goed te bewerken. Dus het is ook, je hebt ook niet veel moeite om een boom te planten op dit moment. Sinds 2014 houden vrijwilligers het Sprokkelbos in Lent keurig bij. Het bos zal eerder eigenlijk verdwijnen, maar buurtbewoners hebben daar een stokje voor gestoken. Het Sprokkelbos is het bos hier achter ons. Dat is een bos in Lent. Vlakbij het restaurant Stroom, waar kinderen lekker kunnen spelen en ravotten in de natuur. En allereerst kunnen ze gewoon vrij door de natuur lopen, de natuur ontdekken. Er liggen heel veel losse palen om hutten te bouwen. Er staat een uitkijktoren waar ze op kunnen spelen. En voor de kleine kinderen is er een waterpomp met een zandbakje waar ze kunnen spelen. En voor de rest laten we de natuur een beetje zijn gang gaan. We knippen en snoeien het een beetje bij als het te erg wordt, maar zodat het vooral ook een bos blijft. De allereerste pumptrackbaan in Nijmegen is gisteren geopend in Lindholt. Dit is een soort skatebaan voor BMX-fietsen die middels heuvels in de baan vaart kunnen maken. De aanwezige kinderen konden niet wachten om de baan op te gaan. 3, 2, 1, 4. Ja, we willen overal in alle 9 stadsdelen willen we een groene speelcorridor gaan realiseren als gemeente. En hier hebben we in samenwerking met de buurt, met de kinderen hier uit de buurt, die vonden dit een belangrijke ding om met de stepjes en met skateboards en met BMX te gaan stunten. En dan was dit natuurlijk een mooie gelegenheid om hier zo'n pumptrack aan te leggen. Dit zijn kombochten, echt en hobbels zeg maar, waar je met je step, je BMX en je hoeft eigenlijk niet eens te trappen. Je maakt automatisch vaart door te drukken op het stuur. Dus dat is best wel, en het gaat best wel hard, want ik heb het net uitgeprobeerd, maar het gaat best hard. Ik vind het super vet dat iedereen weer naar buiten kan, een leuke plek heeft om te stunten en zichzelf te vermaken. En hoop je dat er meer van dit soort dingen komen in Nijmegen, want dit is de eerste. Ja, ik hoop het wel. Ik vind het zelf heel vet. Ik vermaak me zeker, zoals je ziet, de andere kinderen ook. Dus ja, ik hoop wel. Je bent stuntstepleraar bij Valhalla. Stimuleert dit soort dingen dan ook mensen om naar Valhalla te komen? Ik hoop het wel. Weet je, we hebben allemaal iets van Valhalla, de vlag staat er. En hopelijk kunnen we dan meer mensen aantrekken om naar Valhalla te komen. We zien hier ook een kruifkoord en een basketbalveldje. Zijn er nog ideeën om hier meer van dit soort bepaalde speelplekken zeg maar, aan te leggen? Nou, hier in deze wijk zeg maar, is nu wel, voldoen we nu wel zeg maar, aan wat we willen van die grote plekken. Maar in andere stadsdelen ja, daar hebben we nog wel een uitdaging vaak. En daar willen we ook wel van dit soort grote plekken gaan creëren. Dat is toch belangrijk, hè? Sporten, bewegen voor jongeren. Dus achter de PlayStation vandaan naar de buiten. Als we vandaag vanuit de RN7-redactie naar buiten keken, was het vooral een droevig beeld wat we te zien kregen. Regen op de ramen en donkere wolken boven Kerkenbos. Nou, veel verandering zit er de komende dagen helaas niet in, behalve dat het kouder gaat worden. Ja, morgen bevindt de meeste regen zich in het westen van het land. Maar wij ontkomen er ook niet aan, we krijgen ook de nodige buien. Opnieuw een regenachtige dag dus. Tegen avond trekt de meeste regen wel weg, maar er zal dan meteen ook koude lucht het land binnentrekken. In het weekend daalt de temperatuur dus flink. Overdag wordt het nog maar een graad of 5, 6. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het lokaal zelfs matig vriezen. Met min 4 tot zelfs min 5 graden. Het wisselvallige weer houdt ook nog even aan. Dus wie weet krijgen we al te maken met de eerste sneeuwvlokjes van dit najaar. Ja, tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van deze uitzending kun je terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. Voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En ik zeg graag tot morgen.